Hij werd 40 jaar als docent in Irak, had daar een goede baan, maar vluchtte als 60er in 2009 met zijn vrouw naar ons land omdat hun leven daar gevaar liep. En nu in ons veilige Nederland is een 72-jarige man uit Zwolle thuis overvallen en mishandeld. Triest verhaal, maar vanavond gelukkig beelden van de dader. تأثير أنه غير اعتقادي بأنه هولندا أمان. هذا شيء كلش بالنسبة لي صعب لأنه أنا كنت أعتقد أنه الأمان متوفر. De wijk Aanlanden ligt boven de A28 in het noorden van Zwolle. De wijk wordt doorkruist door de Zwarte Waterallee, de stadsring. Vlak aan die ring ligt de Biesbos, een straat met vooral laagbouw. En één flat, de Biesbosflat. عندي أولاد وبنات وكلهم الحمد لله كملوا دراساتهم منهم مهندسين وأطباء ومدرس ومستقر إلى أن حدثت الحرب اللي صارت الأمريكية وبسبب مشاكل واحد من أولادي اشتغل مع الأمريكان فشكل بذلك خطر علينا وتهديد إجاني وعلى أثر التهديد قررت أسافر أنا وزوجتي طبعا. Na een jaar in een AZC strijken de twee in 2010 in Zwolle neer. Maar door ziekte kan zijn vrouw de laatste tijd niet meer thuis wonen. Handicap, يعني على العربانة وعندها المرض أيضا باركنسون. Nu hij zo noodgedwongen alleen woont, doet de man extra zijn best om zoveel mogelijk aansluiting te vinden. Hij geeft Arabische les aan anderen en heeft een aantal vaste sociale contacten. حياتي اليومية إما أروح إلى الفلكتلينج بيرك حتى أحسن اللغة الهولندية. Terug naar de ochtend van woensdag 14 februari. Die dag staat meneer rond 7 uur op om direct aan de slag te gaan met zijn Nederlands. Rond 9:30 gaat de bel. Van de voordeur. Opvallend omdat als iemand op bezoek komt, diegene meestal belt vanaf de intercom bij de ingang van de flat. يعني أنا بعدين انتبهت إنه ضربني لأنه دخلت وسحني من الباب إلى الغرفة. سألني على الفلوس. أنا عندي جنطة صغيرة أحملها باستمرار بها لا بها الموبايل بها جزداني بها ثم بعد ذلك شاف مبلغ قليل بها سألني وين بقية الفلوس ما حكيت ومكان آخر ما دور مباشرة راح لهذا ف Op bewakingsbeelden is te zien dat de overvaller, als hij de flat uitvlucht, alweer het pakketje vast heeft dat hij voor de overval ook al bij zich had. أنا محوشها للجنسية لأنه 1000 يورو يكون للجنسية. هذا المبلغ أنا حوشت قسم من عنده، جمعت قسم من عنده، والقسم الآخر استدنته من بنتي. من ألمانيا ولا أنتظر الجنسية حتى أدفعها والآن معنا صار شيء آخر. Ja, meneer Van Heemmen, ook weer zo'n sneu verhaal. Heeft u een idee hoe die dader van dat geld kon hebben geweten? Nee, helaas niet. Zoals hij zelf ook al aangaf, heeft hij een vrij beperkte sociale kring. Hij geeft wat Arabische les aan kennissen, hij gaat naar vluchtelingenwerk, hij doet wat boodschappen. En hij heeft eigenlijk nooit iemand verteld over dat geld dat hij in huis heeft. Dus ja, hoe die overvaller aan die informatie is gekomen, dat weten we niet. We hopen natuurlijk op tips over de dader. Gelukkig zagen we hem op de beelden. Ja, hij is gelukkig gefilmd toen hij via de zijkant van die flat aan de Biesbos binnen is gekomen. Dat is op zich een onlogische ingang voor hem om naar binnen te komen, want hij ligt veel verder af van het appartement. Logischer zou zijn om via de centrale hal naar binnen te komen, maar daar hangen meer camera's. Dus wij denken dat hij toch lokaal daar wel bekend is met die flat. Nou, even kijken. Eerst de beelden voor de overval, dan bedekt hij zijn gezicht met wat lijkt op een doos precies in de hoek waar de camera hangt. En dan hebben we even later, het moment na de afval, weer met die doos. Wie is deze afval? Dus woensdag 14 februari, Valentijnsdag, daar in Zwolle was. Wat weten we allemaal van hem? Nou, de man is donker getint. Hij is tussen de 1,75 meter en 1,80 meter lang. Hij wordt ongeveer 30 jaar geschat. Hij heeft een fors postuur en het lijkt dat hij een klein baardje heeft. Hij droeg die dag een zwarte baseballcap met een lichtkleurige logo en een zonnebril. Hij had zwarte handschoenen aan en een donkerblauwe hoodie. En die is in werkelijkheid iets donker dan dat we hier op de beelden zien. Verder had hij een donkere broek aan en opvallende zwart-witte sneakers met een witte zool. En hij sprak dus Nederlands, maar met wel Engelse zinnen daartussendoor. Ja, en het opvallende is dat hij dus vertrok met een doosje in zijn hand. Dat is een doosje van een formaat A4 met een wit etiket erop. Misschien is hij daardoor opgevallen. Die honkbalpet die hij had, daar zit dus een logo op. Dat weet u ook door andere bewakingsbeelden. Ja, flatbewoners van dezelfde etage hebben een bewakingscamera. Daar staat de overvaller op als hij hard wegrent. We zien zijn petje, daar is een wit logo op te zien. En op die beelden is ook te zien dat hij die hele galerij weer afrent om weer uiteindelijk bij diezelfde zijingang uit te komen waar hij ook is binnengekomen. En toen is hij linksaf de flat uitgegaan? Ja, en hij is richting het winkelcentrum De Dobbe gerend. Dat is een winkelcentrum in de Aanlanden. We hebben daar de beelden bekeken, daar is hij niet op te zien. Dus het kan zijn dat hij daar die beelden of die camera's heeft ontweken. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij tussentijd op de fiets of een scooter of bijvoorbeeld in een auto is vertrokken. Nou, u snapt, als u deze man dus die 14 februari heeft gezien in de omgeving van de Biesbos in Zwolle, meldt het. En mogelijk komt hij dus uit de omgeving dat hij de indeling van de flat zo goed kende. Ja, en dat zou specifiek deze flat kunnen zijn. Maar in de omgeving staan meer soortgelijke flats. Dus mogelijk dat hij daarvan weet hoe die camera's daar opgesteld staan. Nog een spoor, de buit. Hij heeft dus een witte envelop met geld meegenomen, ook buitenlands geld. Ja, in die envelop zaten een paar €100 aan Iraakse dinar, Iraanse rial en Turkse lira. Nou, het kan zijn dat hij die ergens heeft aangeboden om te wisselen. Dat kan natuurlijk iemand zijn opgevallen. En voor de duidelijkheid, het slachtoffer heeft natuurlijk geen sommen geld meer in huis op dit moment. Uiteraard. Nou is er via uw regionale opsporingsprogramma Onder de Loep ook een hele belangrijke anonieme tip binnengekomen. Ja, klopt. En dat is voor ons echt zeer relevante informatie. Die is binnengekomen via Meldmisdaad Anoniem. Met die tipgever zouden we heel graag opnieuw in contact willen komen. Dus we willen hem of haar vragen contact op te nemen via het Team Nationale Inlichtingen. Zodat we in een vertrouwelijk gesprek en weer zonder met geheimhouding van zijn naam verder kunnen spreken. Een grote vraag is vanavond: wie herkent deze wat forse overvaller in Zwolle? De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 079 345 8999.